Dat is een eenling eend. Huh? Kenner. Hij is helemaal alleen. Oh, ja, kijk. Er komt nog een eend aan. Een eenling eend. Ze hebben er allemaal maar één hier. Hallo, ze moeten niet boos op elkaar worden. Hè? Ze zijn niet om lief te zijn. Zien jullie de details? Ze hebben wel dezelfde vader, maar een andere moeder. Ze zijn allebei alleen. Nu komt onze gast, helemaal schoon. Eindelijk schoon. Kijk, zo fris. Dan heb ik één vraag. Ja. Waarom duurt het bij jou 3 keer zo lang dan bij mij? Want ik nog gesloren heb. Oh ja, oké. Okay. Nee. Kom ik er even bij jou naast zitten misschien? Kan ik niet nonchalant zitten, Pat? Nou, jawel. Ik ga maar op de steiger staan. Mag ik even nu? Ga maar op de steiger staan. Gewoon de steiger op de achtergrond. Aardig, hè? Aardig. Ja. Dat is mijn zoon, hè? Mag niet buiten de boot. Onze buurt hebben we al weggejaagd. Nee, dat is aan de andere kant. Ik moet zeggen, dit is wel de eerste keer van mijn leven dat ik op een boot een sigaar maak. Ja, dat zijn toch wel belangrijke dingen. Ja. Ja. In Antwerpen. Ook nog, ja. Op de eindbestemming. Ja. Dat is mooi dat je gewoon je bestemming kan veranderen. Dat is zo mooi. Ja, was weer gehaald, hè? Onze eindbestemming weer gehaald. Ja. Lekker bestemming van Antwerpen. Leffen erbij. Ja. Ja, dat is lekker, kom je. Past er niet helemaal op, hè? We moeten verder naar achter. Hij is gewoon te hoog in. Het is wel heel mooi, hè? Ja, ik denk niet dat het goed overkomt. Nou, ik denk het wel. We nog even samen een foto maken. Ja, dat is een... Al lang 11 uur geweest, toch? Nou, ik zeg maar wat. Ja. Nog 20 minuten gaat de sluis open. Dan zet hij hem op rood-groen. We moeten opletten. Dan roept hij nog even op. Sluisje Antwerpen. Trek. Het water stroomt eruit. Verval was 6,60 meter. Tot de volgende keer! Tot ziens! Heb je een stroompje daar? Zoals niet, van rechts? Ja. Ja, zit mooi! Trek Antwerpen. We kunnen net zeilen. Dus dat is wietje 3. Het is niet allemaal even mooi. Zie je die karretjes rijden, containers halen. Kijk, die rode boot die probeert te ontsnappen en die andere trekt hem stiekem terug. Dirk-Jan heeft 8 uur slaap nodig. Ja, maar ik geloof niet nog wel eens even opstaan. En hij heeft nu een paar uur tekort. Dus dat moet snel ingehaald worden, anders zitten we niet op het 8 uur slaapritme.